Welkom bij Regio TV aan tafel. We zijn op een mooie locatie terechtgekomen en een sombere locatie ook. Want ondanks de mooie uitstraling en ondanks onze mooie apparatuur hebben we toch te maken met een gedesillusioneerde ondernemer die al een jaar leidt onder het juk van corona, mogen we wel zeggen. Gerard Scholtes. Gerard, een bijzonder hartelijk welkom. Goedemiddag, Ton. Allereerst de complimenten met de mooie organisatie, maar hoe gaat het met jouw club? Met mijn club is Westlandia en daar gaat het goed mee. Met mij gaat het ook goed, maar ik ben natuurlijk teleurgesteld over de hele gang van zaken. Ja. Het is niet een gewone wedstrijd, dit. Dit is een verlieswedstrijd, maar dat ben ik gewend in mijn leven. Ik heb een heleboel gesport, een heleboel verloren, maar ook gelukkig een heleboel gewonnen. En ik ga ervan uit dat we ook deze wedstrijd weer gaan winnen op den duur. Maar dat kost aardig wat energie. En dat moet allemaal weer. Normaal een organisatie met veel bedrijvigheid. Ja. Heel veel organisaties zijn hier al geweest. En daarbij denken we aan toch heel veel verschillende disciplines. Hè? Ja, dat dus eigenlijk wel alles. Dus van bedrijfsfeesten, maar ook dus heel veel bruiloftsfeesten gelukkig. We hebben hele grote zalen. We hebben kleine zalen. Dus we zijn in staat om eigenlijk wel alles en iedereen te voorzien. En daar zijn we nu mee begonnen om ook weer een zakelijk element veel meer toe te voegen. Om ook de marge weer te vergroten. Ja, nog even de situatie van de organisatie. Heb je heel veel ondersteuning gekregen van de overheid? Want je bent eigenlijk al vanaf maart vorig jaar ben je gesloten. Vrijwel niet. Dat is ook logisch. Wij zitten in de evenementenbranche. En de evenementenbranche is algemeen bekend. Wordt ook erkend door de regering wel. En ze komen met steunmaatregelen. Hebben ze dan gezegd en beloofd. Ik heb gelukkig al een fors aantal jaren gewerkt. Dus ik heb nog een spaarpotje. Maar dat raakt alleen maar leger en niet voller. En dat zal ook nog wel even duren. En ik weet ook niet wat de regering van plan is om dus aan ons te doen. Nee, nou ja, we hebben nu ook alweer een avondklok. Dus dat betekent ook 's avonds mag er niets meer. Nee, allang niet meer ook. Even, je had het over bruiloftsfeesten. Even misschien een semi-leuke vraag. Maar als je dan hoort dat Grapperhaus wel een leuke bruiloft heeft gehouden. Betreur je het dan in eerste instantie dat hij niet bij jou heeft gehouden? Of betreur je het überhaupt dat hij dat hele feest heeft gehouden? Nee, ik moet zeggen, om meneer Grapperhaus toch ook uit de wind te zetten. Ik vond het jammer voor hem dat dat zo allemaal liep. Met een bijeenkomst waarop alle mensen op een foto gaan staan zonder 1,50. Ja, dat kan gebeuren. Maar wij hebben dus al heel lang niet dit soort kleinere bruiloftsfeesten. Wij hebben grotere bruiloftsfeesten met veel meer toeschouwers. Grote zalen met grote bijeenkomsten. Praat je over 1000 man zelfs? Dat kan ook. Ja. Ja. En hoeveel werk loop je nu mis? Durf je daar een cijfer aan te hangen? Of zeg je van nou... Het gaat me te ver om daarover insight of openlijk te praten. Maar wij hadden een zeer goed lopend bedrijf. Omdat het allemaal vernieuwd is. Allemaal gemoderniseerd is. En daar deden we het heel goed in. En dat is dan voldoende om te weten... Ja, nog even wat over jou persoonlijk. Hè. Je hebt een hele mooie sportcarrière in het verleden gehad als tennisser. Mag ik vragen hoe lang dat geleden is? Of mag ik gewoon gelijk zeggen van hoe oud bent u eigenlijk? Nee, laat ik zeggen dat ik al heel lang tennis. Okay. En dat ik dat nog doe. En dus nu weer van plan ben om ook daar weer de ladder verder te bestijgen. Omdat ik daar hard voor train, 5 keer in de week wel. Om weer veteranenkampioen te worden van Nederland om te beginnen. En vervolgens zat ik ook bij de top van Europa en de wereld. En omdat ik dan oudere jongen ben, boven de 75, ga ik daar weer opnieuw de ladder beklimmen, ja. Oké, toch nog even terug op corona hè, en over je leeftijd. Wanneer denk jij dat jij gevaccineerd kan worden of ingeënt, zoals we dat vroeger noemden? Ik ben helemaal niet bang voor corona, omdat ik behoudens dingen die ik niet aan kan, heel weinig last heb van verkoudheid en allemaal dat soort zaken. Dus ik noem het nog altijd een griep met ernstige bijverschijnselen. En daar ben ik leef heel gezond en ik sport en ik eet heel goed. En dan, ik hoef niet geïnfecteerd te worden, maar als dat moet, dan doe ik dat. Goed. Ik ga je
heel veel succes wensen. En ik hoop voor ons allemaal dat die coronacrisis snel achter ons is, zodat we weer leuk evenementen en activiteiten kunnen doen. Wij zullen zien wat daaruit komt. Oké, dankjewel Gerard. Dit was Regio TV aan tafel. Uiteraard zijn we volgende keer weer terug. Hopelijk op een locatie met meer mensen en meer publiek. In ieder geval dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.